Hallo allemaal, ik wil even laten zien hoe je een best vervelend probleempje oplost in Microsoft Word. In dit geval Word 2016. Ik start Word even op. En dan zal ik laten zien waar ik het over heb. Ik begin met een leeg document. En dan typ ik iets. Mijn zin maakt niet uit. Dan druk ik op Enter. En gebeurt er dit. Dan slaat Word automatisch een hele regel over. Nou, dat is niet altijd wat ik wil. Eigenlijk is het nooit wat ik wil, want het is gewoon best onhandig. Als je gewoon doortypt, typ even wat onzin, gewoon om de regel even vol te krijgen, gaat hij vanzelf naar beneden en dan doet hij dat niet. Nou, als je daar vanaf wil, dan moet je het volgende doen. Je moet zorgen dat je in het tabbladje starten bent. Dan zie je daar Alinea staan. Rechts daarvan staat zo'n klein pijltje, vierkantje met pijltje. Daar moet je even op klikken. Dan krijg je een nieuw venster. Daarin moet je twee dingen veranderen. De eerste is na. Die staat nu 10 punten. Kan bij jou iets anders zijn, 8 of 6. Daar moet je in ieder geval 0 van maken. Niet auto, 0. De regelafstand staat waarschijnlijk op meerdere. En die zet je op enkel. Dus die twee moet je veranderen. Niet op oké klikken, maar als standaard instellen. Als je dan op alle documenten gebaseerd blablabla klikt, dus die onderste en dan oké. Dan zou het zo moeten zijn. Je ziet al dat deze is al aangepast. Dus als ik hier nou op enter druk, dan is het probleem al opgelost. Dan zou het zo moeten zijn dat als ik een nieuw document start, dat zal ik meteen eventjes doen, en ik druk enter na een regel getypt te hebben, en warempel, dan is het probleem opgelost. Dan doet hij dat bij de volgende documenten die ik aanmaak, die ik start, doet hij dat gelukkig niet meer, die regel overslaan. Dus, dat is het, eigenlijk heel simpel, hè.